kan me gewoon niet voorstellen dat dit is gebeurd. Dus ik zal hem echt heel erg missen. Melissa trainde 7 jaar bij Saban. Hij leerde haar kickboksen. Wat voor man was het? Eigenwijs. Maar heel lief, echt. Het was een soort van gewoon vader voor mij. Dat is een hele vriendelijke man, ja. Zeker. En altijd lachen, altijd blij om je te zien. Blij als je er was met trainen. Dus dat gaat, hij gaat zeker gemist worden. Het was een persoon met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Maar daarnaast weten we ook dat hij bekend was bij politie en justitie. Maar omwille van privacy kunnen we niet vertellen waarvoor. Direct na de liquidatie is de politie een zoektocht gestart in de lucht en op de grond. De dader of daders gingen er vandoor in deze auto, die later in Zaandam op de Wieboudstraat leeg en zonder kentekenplaten werd aangetroffen. De politie is op zoek naar getuigen die dit voertuig gisteren hebben gezien. Saban Berk runde vroeger een sportschool, maar moest van de gemeente verhuizen. Al 3 maanden trainde hij met een klein groepje in dit sportcentrum. Daar huurde hij een gedeelte van. Saban heeft hier tot 9 uur les gegeven. 9:15 verlaat hij het pand. En om 9:50 is hij er niet meer. Het is zo ongelooflijk, echt. Zoveel mensen die kenden hem. En het is echt belachelijk dat dit is gebeurd, maar ja... Ik kan niks doen.